Goeiedag allemaal. Het is vandaag 4 november 2016. Een prachtige herfstdag. Ik sta hier in dit herfstige bos en ik snuif die heerlijke herfstgeuren op van wat rottend blad en dat typische wat je dan zo hebt in deze tijd van het jaar. Weinig wind, de bodem is vochtig geworden. Je zou kunnen zeggen, we leven in een wereld hier, in een omgeving waar niets aan te verbeteren valt. En toch is dat weer niet waar natuurlijk, want een aantal weken geleden werd in Rwanda een klimaatconferentie gehouden. 200 landen namen er aan deel en daar kwam men tot de overeenstemming dat er wat gedaan moet worden aan het broeikaseffect. Broeikas. Dat is iets wat warmer wordt, zou je zeggen. Hè? Maar die broeikas, dat wordt veroorzaakt, mede veroorzaakt, werd daar vastgesteld door het gebruik en door de instellingen van koelkasten, diepvriezen, airconditioners en alles wat eigenlijk de wereld om ons heen koeler maakt. Ja, dan vraag je je af, wie heeft dat nou in de gaten? Ieder huis, overal, staat tegenwoordig wel een koelkast of een diepvriezer. En een heleboel huizen hebben ook nog een airconditioner. En staan we er dan bij stil dat we in feite bezig zijn om het broeikaseffect in de wereld te vergroten door het gebruik van deze dingen. Hebben we dat dan ook nodig? Want je zou zeggen, nou donder het dan allemaal de deur uit en dan leven we gewoon verder. Ja, maar en ook mensen denken dat dat natuurlijk niet meer kan. En toch kan het. Want wij behoren dan nog tot een generatie, en dan heb je het weer, opa vertelt, maar zo gaat dat nou helemaal, want hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je uit je ervaring kan putten. Wij hebben nog meegemaakt dat we totaal helemaal thuis geen koelkast hadden en geen diepvries en laat staan een airconditioning op de boerderij. Dat was toch eigenlijk gewoon ongekend. Nee, dat hadden we niet. Daar hadden we ook nooit van gehoord. Ja, wel eens gezien op een film of bij mensen in de stad die zoiets hadden. En hoe deden wij dat dan? Ja, we deden dat gewoon. We leefden gewoon lekker verder. En weet je wat wij hadden? Op de boerderij, en dat hebben vele boeren denk ik, maar ook andere huizen die alleen stonden, een kelder. Wel eens van een kelder gehoord, ja, een echte kelder. En daar hebben we nog veel goede herinneringen aan die kelder. Als je bij ons de keuken in kwam, dan ging je dan, zag je dan het eind van de wand, er stonden drie deuren. De meest linkse deur, dat was een voorraadkast. De middelste deur was de kast naar de kelder, de deur naar de kelder. En de deur daarnaast was de deur naar de opkamer, die boven de kelder zat, en de deur en de toegang tot de zolder. Maar nou, de kelder was een prachtig ding. Koel, met mooie gewelf, prachtig gewelf, zo'n booggewelf, weet je wel, met prachtige rode tegels op de vloer, wit gekalkte plafond. Hè. Mijn moeder deed dat allemaal heel netjes. En in die kelder, daar bewaarden we van alles. We weten nog, aan de rechterkant stond een lange, zeg maar, toonbank. En daar stond het vol met wekflessen. Met van alles nog wat erin. Want moeder wekte. En in die wekflessen kon je alles goed bewaren. Want je had nou helemaal geen koelkast. Men had geleerd hoe je dat kon doen. En in die wekflessen, daar werd ook bijvoorbeeld een half varken in gewekt. Maar ook veel fruit en groenten. En dat kon je dan gedurende de winter, of de periode dat er geen vers spul was, kon je uit de kelder, kon je dan natuurlijk van alles halen. In de hoek van die kelder, dat op het eind raam, maar in de hoek van die kelder, daar stond de pekelton. En de pekelton, dat was dan als je geslacht had om het spek en andere dingen in te pekelen en het goed te laten doordringen van zout, zodat het lang bewaard kon blijven. Allemaal zonder koelkast. Ja, we hebben veel, ik zal zeggen, goede herinneringen aan die koelkast, want, of aan die kelder, want we doken geregeld die kelder in om er eens wat uit te halen. Vooral als de ouders niet thuis waren, dan een lekkere pot kersen haal je eruit om toch van te snoepen. Of zo'n wekfles vol met, laten we zeggen, goed bereid varkensvlees. En daar, ja, daar kon je dus van genieten. Zo gingen we dat door. En we leefden gelukkig zonder koelkast, zonder iets wat daar ook maar op leek. Ja, leven zonder koelkast, leven zonder diepvries, dat was helemaal geen probleem. Tot er op een zeker moment, ja, we toch ook weer een beetje mee gingen doen in de vaart der volkeren, zou je kunnen zeggen. En we ook besloten om toch maar een koelkast te nemen.
En een nieuwe, dat kon niet leien. Maar we konden nog ergens een tweedehands koelkast op de kop tikken. Het merk was geloof ik General Electric. Dat geloof ik dat erop stond, GE of zo. Nou, daar kwam hij dan, dat ding. Ja, een heel groot apparaat, werd prominent in de keuken gezet. En ja, wij waren een koelkastrijker. We waren er echt wel een beetje trots op, hè? Want ja, dat was toch ook iets heel bijzonders. We wisten toen nog niet natuurlijk dat we toen al bijdroegen aan de uitstoot van het broeikaseffect. Maar goed, dat deden we ermee en geleidelijk aan, ja, weten we het allemaal in de wereld, is de koelkast een onmisbaar element geworden in een huishouden. Speciaal bedoeld ook voor de gezondheid van de mensheid. Wat je hierboven hoort, dat is een verstoring van de stilte, maar dat is ook zoiets, dat is een vliegtuigje. Daar wordt in geoefend, daar zijn de mensen in bezig om te leren vliegen. En dat moeten we ook weer maar voor lief nemen, want uiteindelijk worden dat eens een keer onze gevechtspiloten die ons misschien gaan beschermen, maar voorlopig eigenlijk het broeikaseffect niet terugdringen. Ja, en toen hadden we ook nog, want ja, de diepvries was dan eigenlijk een stapje verder. Hè, want we deden voor die tijd natuurlijk alles wist je te bewaren, zeg maar, in de pekel. En de hammetjes die werden uit de pekel gehaald, hingen dan te drogen tegen de muur. En moest je oppassen dat de blauwe vliegen er niet in kwamen en dat die daar geen eitjes in gingen leggen. En waar later dan die prachtige maden uitkwamen kruipen. Ja, dat wilde je natuurlijk niet. Maar toen kwam de diepvries, zoals we al zeiden. En wat deden we? We hadden nog niet zelf een diepvries. Hè. Bij ons in het dorp werd een zogenaamde diepvriescoöperatie opgericht. Ja, zo'n hoop mensen zeggen, ja, wat is dat nou weer? Nou, dat was simpel. Omdat we nog zelf geen diepvries konden betalen en nog niet zo voor de hand hadden, werd er in feite een soort gebouw, een gebouwtje gesticht met een supergrote diepvries waar iedereen een eigen vak in had. Iedereen had zijn eigen diepvriesvak. Nou, en daar kon je dan je spulletjes brengen. En die konden daar naartoe gebracht, werden daarin gevroren. En als je wat nodig had, dan ging je naar dat gebouwtje toe. Daar had je dan je eigen sleutel van en een code. En dan kon je dan natuurlijk de spullen uithalen die je nodig had. Ook allemaal natuurlijk alweer verleden tijd. Want dat gebouwtje, voor zover we weten, dat staat er nog steeds. Alleen, het heeft geen enkele functie meer. Het is allemaal over en uit. Want iedereen heeft natuurlijk tegenwoordig zijn eigen diepvries. Maar het was een prachtige oplossing die we toen hadden. En in feite, laten we zeggen, ook niet milieuvriendelijk. Want je moest er toch naartoe, dus dat betekent dat je met de auto erheen moest rijden. Dat betekende dat je daar natuurlijk ook weer brandstof voor gebruikt en weer de lucht vervuilde. Kortom, was ook niet perfect. Dus dan de eigen spulletjes, allemaal in eigen huis. Was verrekte makkelijk, want nou was het wekken was afgelopen. De kelder stond, ja, wat stond er nog in de kelder? Daar stond wat spul wat toch eigenlijk niet per se in de diepvries of in de koelkast moest. De kelder had in feite zijn belangrijkste functie toch wel voor een deel verloren. Ja, en dan boven die kelder, ja, daar was natuurlijk de opkamer. En de opkamer, die bleef natuurlijk wel lang in dienst, want die had gewoon de functie van slaapkamer. En dat veranderde helemaal niks. Maar als je dus geen koelkast had, we hebben nog in landen geleefd waar de koelkast helemaal nog niet was, omdat er geen elektriciteit was. En dan kon je natuurlijk een koelkast kon je laten werken op bijvoorbeeld een brander met kerosine eronder, met een vlammetje. En daar kon dan de hele koelkast gebeuren in werking zetten. Nou, dat werkte ook prima. En als het allemaal niet meer zo lekker gekoeld was en je wist niet zeker of dat het vlees bijvoorbeeld dat je at, of dat nog helemaal 100% betrouwbaar was, dan kon je er natuurlijk even aan ruiken. En ik weet nog, toen wij thuis nog geen koelkast hadden, dat het ook kon gebeuren op een warme zomerdag, dat het niet helemaal meer in orde was, dat vlees. En dan werd er even aan geroken. En dan hoorde ik mijn vader nog zeggen, het ruikt gastig. Ja, we wisten niet wat gastig was, maar het betekende dat het dan niet meer helemaal 100% te eten was. Dus wat dat betreft moest je wel goed op je tellen letten. Ja, en dan zijn er natuurlijk landen, zelfs in de tropen, waar geen diepvries is, waar geen koelkasten zijn, omdat er gewoon geen elektriciteit is ter plekke, omdat de mensen niet kunnen betalen. Maar die hebben er wat op gevonden, want wat doen die? Die hangen bijvoorbeeld het vlees in kleine reepjes in de zon en dat droogt zo hard uit dat het keihard wordt.
dat het niet meer kan bederven en dat je het overal mee naartoe kan nemen. En als je het dan een klein beetje, laten we zeggen, in de week zet, hè, een beetje in het water zetten, dan wordt het weer zacht. Of je kunt het ook zo gewoon als een soort van een zoethoutje, maar dan een vleeshoutje, bij wijze van spreken, ga je dat zo lekker opknabbelen. Ja, en dat doen ze dan ook met vis, dat doen ze met vlees. En vergeet niet dat, wij herinneren ons nog, dat bij ons thuis vroeger, aan de zolder, daar had mijn grootmoeder, die was nog helemaal van een oude stempel natuurlijk, die had daar appeltjes te drogen gehangen. Allemaal geschild in zulke plakjes, aan elkaar geregen, aan het touwken. En dat hing dan als een soort appelkrans, als een soort appel, appelkransje hing in de zolder te drogen. Dat waren dan gedroogde appeltjes. Ja, zo kon je ook leven. En aan diezelfde zolder in de hoek van de kamer hingen dan ook de worsten en de hammen. En ik hoor mijn vader nog zeggen, even snij eens een stukje worst af. Hè? Want dan, nou, voor je ging eten, even een trapje op, een stuk van die worst af die lekker gedroogd was. Allemaal zonder koelkast, geen enkel probleem. Maar ja, we leven nu tegenwoordig natuurlijk in een bijzondere, luxe wereld. We willen een drankje met een ijsblokje erin. En we zitten te tokkelen met dat ijs en dat drankje. En we genieten daarvan, maar we staan er niet bij stil dan. Dat we hebben meegewerkt daardoor aan de uitstoot van het en het broeikaseffect hebben bevorderd. Dus ja, wat doen we? Toen wij naar het land gingen, vroeger om te werken, dan hadden we natuurlijk geen koelbox, want die was er nog niet. Maar we namen koude thee mee en die thee was koud geworden vanwege het feit dat die op tijd was gezet en in een flessen was gedaan en in de kelder stond. En dan gingen we die koude thee in het land. En wat deed je dan om die koud te houden? Die hing je netjes in de slootkant, in de schaduw. Zo bleef je spulletje lekker koel. Dus al met al, ja, hebben we daar toch eigenlijk altijd wat mee leren leven. En we kunnen ons nu nauwelijks, of eigenlijk helemaal niet meer hier, een leven zonder een koelkast indenken. Zonder een fridge. Hè? Een fridge, een koelkast. Maar goed, we zien wel. De koelkasten zullen niet uit de huizen verdwijnen. Zeker niet. En ondertussen kunnen we ons hier in de landbouw ook nog druk maken over het fosfaatprobleem, over het mestprobleem. En de wereld kan zich vooral druk maken over het mensprobleem. Want ja, zolang er zoveel mensen komen, en er komen er alsmaar meer en meer, zal de wereld het steeds moeilijker te verduren krijgen. Mannen en vrouwen, als je straks nog een pilsje gaat pakken of iets anders uit de koelkast, denk er dan aan, voelden wij je niet helemaal schuldig dat je de wereld en de atmosfeer een klein beetje aan het bederven bent. Want ja, we kunnen toch niet alles zo maken dat het een ideale wereld wordt. We moeten leven met hetgeen dat we hebben. Audo, en ik zou zeggen tot volgende week.